Richard, wat is jouw tip voor komende maand? Blond. Marilyn Monroe only exists on the screen. Ja, Blond, de Netflix film over Marilyn Monroe van Andrew Dominik. Wat op zich een heel interessant regisseur is, want die maakt niet zoveel films. Als je wat maakt, dan maakt het een soort van indruk. Chopper, dat was met Eric Bana. Ja. En The Assassination of Jesse James by the Coward, Robert Ford. Met Brad Pitt. Ja. Die is vet. En Cassie Affleck zit daar volgens mij ook in. En wat mij gewoon opviel, wat ik heel opvallend vond, is dat er eigenlijk over zo'n icoon als Marilyn Monroe helemaal geen films zijn gemaakt. Ze zijn er wel. Ze zijn allemaal tv-films. Nee, ook eentje die een Oscar heeft gewonnen. My Week with Marilyn. Ja, die heb ik... Maar niet... Ja, dat is waar. Maar niet veel of zo. Dat ik denk, zo'n icoon is heel veel tv-films. Heel veel documentaires ook. Dus Klopt. Ik vind het... Het lijkt me heel interessant. En Anna de Armas speelt de hoofdrol. Ja. Heb je ook een beetje met Diana. Dat is ook niet echt een... Nee. Dat je nu twee achter elkaar ook. Ja, dat is een soort van beide. En je hebt er ook een met Kirsten Stewart, is dat? Ja, en met... Naomi Watts. Ja. Dat zijn twee. Ja. Spencer en die ander. Maar dat klopt. Dus dit en de film is nu heel erg in het nieuws. Ook omdat zij, het is natuurlijk een NC-17 rating. Ja. Dus dat is natuurlijk van... Dat is heel bijzonder. Dat is natuurlijk de Amerikanen vinden natuurlijk fantastisch natuurlijk. Ja, zij had het, die Anna de Armas had zo van... Ja, ik wil eigenlijk niet dat al die naakte shit, dat iedereen op internet dat gaat verspreiden. Ja. Zo van... Ja, ze zei, ik kan letterlijk ook gewoon die film kijken en hij staat al op internet. Ja. Nou, ze zei ook, ik weet al welke scènes waarschijnlijk op internet het snel zullen belanden. Dus dat zal de full frontal dingen zijn natuurlijk. Maar goed, maakt verder niet uit. Ik denk dat voor haar goed is, zo'n rol. Na Knives Out, No Time to Die, dat ze hiermee een beetje kan hopelijk kan laten zien. Ja, maar dat ze, ik bedoel meer dat ze een wat serieuzere, dramatische rol aan kan. Zoveel acteerwerk. Heeft ze nog helemaal niet. Ze is nog helemaal niet zo lang bezig. Ze kan ook niet Engels. Hè, nee. Want die film die wij hebben gekeken toen met Dion nog. Shout-out. Daar zat zij ook in. Want toen was ze de veel te knappe vriendin van een van die acteurs. Hoe heette die film? Is dat War Dogs? War Dogs. Ja. Oh, wow. Dat was... toen kon ze geen Engels. Dus ze had gewoon al haar tekst geleerd. Gewoon fonetisch. Ik viel mij niet op. Dus ik dacht, oh, nice. Ja, dat is wel cool. En ze was natuurlijk No Time to Die aardig hoogtepuntje. Ik vond het heel leuk scène. Scène, ja. Dus ik ben enthousiast. Ik wil dingen laatst ook zitten kijken. Die met Ben Affleck. Natuurlijk een tijdje haar. Die zijn toch een tijdje aan het daten geweest? Ja, maar ik vind het niet uit. Dat we doen niet aan de celebrity. Ja, alles heb je op gevaar. Die film die op Amazon staat. Hoe heet het nou? Dark Water. Ja. Die erotische thriller. En dan denk ik, nou, twee titels, dan is blijkbaar erotiek in Amerika. Ja, die gasten hebben dan ook een Nederlandse film gezien. Dan rijden wij mee met twee titels. Ze kennen Paul Verhoeven, zou ik dan denken. Maar voor ons is dat een dinsdagavond. Ja, precies. Dat was per ongeluk. Oh, maar vloepen ze weer zo. Ja, maar ik denk niet dat die film, die ik dacht, oh, dit zijn wel twee mensen die dan wel gemarket worden. Maar volgens mij zijn ze ook niet echt tevreden met die film of zo. Nee, maar het is een aardige film tot halverwege. En daarna kakt hij als een kaart als in elkaar. Ik heb hem twee delen gekeken. Eerst een uur dacht ik, oh, vet goede film. Want keek hem achter. Wil een soort van Basic Instinct achter. Ja, nou een beetje met Gone Girl-achtige toestanden. Ja. Dus, maar goed, maakt verder niet uit. Blond in ieder geval. Bijna 3 uur. Wel heftig. Maar goed, Jesus. Oh, nice. Dat kennen we in ieder geval. Ik hoop dat het dan... In ieder geval 2,5 uur of 2 uur en 48 minuten. Een mooi verhaal is niet dat je denkt van nou, dat had ik wou bijna zo grappig. Ja. 3 uur. Oh, ja, dat kunnen zeggen. Ja, dan zit een uur full frontal. Ja, precies. Oh, nee, ik kom niet al mensen dat het wel zien, goed ingevuld is. Niet dat je denkt van nou, had u uitgeknipt kunnen worden. Alles dus, gevuld in de kledingkamer. Oh, god. Je ziet de hele tijd nog zo'n... De fisheye. Ja. People. Ja, zo. Net zo. Net zoals bij Truman Show. Als je de camera ding ziet. Dus dat. Oh, nee. Ja, nee, dat was het eigenlijk. Ik hoop gewoon voor haar dat dit een rol wordt waarbij ze in ieder geval kan laten zien dat ze ook echt kan acteren. En dat het haar hopelijk meer brengt dan zoals een Knives Out of actiefilm. Ik zag laatst op internet dat iemand zei van ja, maar ze is niet erg blond. Marilyn Monroe ook niet trouwens. It's called acting. En het is ook acteren. Mm-hmm. Dus dat ik dacht ook half wel dat het een grap was. Maar ik vond hem zo overtuigend. Er zijn wel mensen die zo denken. Nee. Dus, zit niet echt in een rolstoel. Dus mag niet iemand in een rolstoel spelen. Nee, 36 jaar ook maar. Hè? Best wel worden. Merlin. Ja. Poeh. Dat is niet oud. Als je dit ziet of luistert, dan is hij al uit. Toch? Ja. Op Netflix. Ja, 28 september. Dan kan we gelijk kijken. Dus denk je kijken die handel. Ja. Miss Monroe, it's time.